Heb je een decoupeerzaag thuis? Wel, met deze handige tool zullen we mooie rechte lijnen kunnen zagen. We kijken mee hoe de tooldokter dit hulpstuk voor de decoupeerzaag maakt. Hij begint met het werkblad. Dat is gewoon een stuk multiplex dat hij nog had liggen. Je kan zelf de afmetingen wat kiezen. Dat hangt af van wat je uiteindelijk op maat wil zagen. De tooldokter schrijft de lengte van de plank af op een balkje. Het werkblad moet namelijk verhoogd worden. De ruimte onder het werkblad is nodig om het zaagblad van de decoupeerzaag vrij spel te geven. Er zijn dus twee balken met dezelfde lengte nodig. Hij meet de dikte van de balken en deelt die door twee. Op de middenlijn die hij hier aftekent, boort hij om de 15 à 20 centimeter voor. Zo schroeft hij de balken onder het werkblad. Bij het schroeven zet hij eerst de buitenste schroeven vast om de balk op de juiste plaats vast te zetten. Daarna komen de schroeven ertussen. Vervolgens werkt hij verder met de korte zijden. Eerst de maat afschrijven. Daarna afzagen. En tenslotte onder het werkblad monteren. Als afwerking komt een schroef om de onderbalken met elkaar te verbinden. Nu heeft de tooldokter een verhoogd werkblad of een omgekeerde bak. Stap 2 is de geleider. Daarvoor koos hij betonplex, vooral omdat het oppervlak daarvan erg glad is. De tooldokter schrijft de lengte af, dezelfde als die van het werkblad, en hij schrijft de breedte af. Voor de breedte rekent hij de dikte van een geleiderlat, de breedte van de zool van de decoupeerzaag en nog eens de dikte van de geleiderlat. Met een rechte balk tekent hij de zaaglijn uit. De tooldokter meet de afstand van de rand van zijn zaagsel tot het zaagblad. Die maat zet hij over op zijn werkstuk. Dat is de plaats waar hij een plank klimt om de zaaglijn recht te kunnen volgen. Hij zaagt nu twee geleiderlatten op maat en bevestigt ze links en rechts op het betonplex. Wel even de juiste schroeven zoeken. Die mogen niet te lang zijn, zodat ze niet aan de onderkant uitsteken. De boorpunt zorgt ervoor dat de schroef vlot in het harde betonplex draait. Daarna is het tijd om te testen. Glijdt de zaag vlot tussen de geleiderlatten? Niet dus. Geen probleem voor de tooldokter. Hij schuurt tot het wel vlot gaat. De geleider krijgt ook een stopblok aan het begin en op het einde.
De toeldokter boort nu al een gat in de geleider op de beginpositie van de zaagsnede. De juiste positie moet hij wel even aftekenen voor hij kan boren. Hij kiest een boordiameter die groot genoeg is om het zaagblad door te steken. De toeldokter heeft een draadstang M8 genomen en zaagt er nu twee stukken van. De lengte is telkens ongeveer 10 centimeter. Na het zagen moet hij nog wat braampjes wegveilen, zodat de moer er weer vlot op past. Wat moet er nu met die draadstang gebeuren? Voor we dat te weten komen, zien we dat de toeldokter de geleider op zijn plaats legt en dan door het stopblok en door het werkblad heen boort. Daarna draait hij het werkblad om. Kijk, dit is een inslagmoer. Die sla je in het hout en dan kan er een bout of een draadstang ingeschroefd worden. De inslagmoer past in het boorgat. Nu ja, om het passen iets vlotter te laten verlopen, kan je met je boor wat in het boorgat roeren. Dan lukt het zeker om de inslagmoer vast te kloppen. De eerste draadstang zit nu op zijn plaats. De toeldokter monteert de geleider en controleert of hij haaks ligt. Dan kan ook aan de andere kant plaatsgemaakt worden voor een draadstang. De geleider wordt nu met vleugelmoeren vastgeklemd. Weet je nog, het gat voor de beginpositie van het zaagblad? Dat boort de toeldokter nu door in het werkblad. Hij steekt een splinternieuw zaagblad op zijn decoupeerzaag en maakt traag de zaagsnede. Voor alle duidelijkheid, we hebben de video versneld. Je moet traag zagen, zodat het zaagblad mooi recht door het hout zaagt. Nu ligt de zaagsnede vast. De toeldokter neemt de winkelhaak en tekent een lijn haaks op de zaagsnede. Aan deze lijn komt de haakse geleider. Daarvoor neemt hij een rechte lat. Die zaagt hij op maat. Na het voorboren schroeft hij de lat tegen de potloodlijn. Hij controleert of er nog wat speling is tussen de zaaggeleider en de lat. Een extraatje. Met de vlinderboor maakt hij een kijkopening op het kruispunt van de haakse geleider en de zaaggeleider. Nu kan er getest worden. Een lijn op een stukje resthout. Positioneren. Zagen. En perfect haaks. Dat zit al goed. Wil je ook op 45 graden kunnen afkorten, dan monteer je nog een tweede geleider. Dit keer kiest de toeldokter voor een stukje MDF als basismateriaal. Hij boort centraal een gat, meteen ook door het werkblad. Aan de onderzijde komt opnieuw de inslagmoer. Met een bout schroeft hij de geleider vast. Hij meet de juiste positie af met de winkelhaak. Na een test en een controle kan hij de positie van de geleider op 45 graden aftekenen. Nu zaag je elke plank gemakkelijk in verstek.
Met zo'n kaliber ga je zeker je stukken kunnen rechtzagen met je decoupeerzaag of op 45 graden. Als je wel een cirkel zagen, dan is dat een perfect hulpstuk om dit met de decoupeerzaag te zagen. De tooldokter maakt een L-vormige plank. Het korte beentje van de L moet op maat zijn van je decoupeerzaag. Het is toeval, maar het stuk resthout van de vorige klus past perfect. Heb jij niet zoveel geluk, dan zaag je uit een andere plank een stuk op maat. De tooldokter zet zijn decoupeerzaag nog eens op zijn plaats en duidt dan de positie van het zaagblad aan. Daar boort hij een gat, voldoende groot om het zaagblad door te steken. Hij zaagt uit een lat 4 stukken, een kader waar de zool van de zaag perfect in past. Om te beletten dat de latten splijten, boort hij enkele gaten voor hij de schroeven vastdraait. Dan zet hij de positie van het zaagblad over op het lange been van de L. Op die lijn tekent hij nu om de 5 centimeter een markering. Daar boort hij de gaten. Nog even schuren en het hulpstuk is klaar. De tooldokter toont nog even hoe je dit gebruikt. Schroef je passer vast op de maat die je wil. Met je potlood trek je een eerste boogje. Haal met je decoupeerzaag een stuk weg tot net aan het boogje. Daar kan je starten met zagen. En dan laat je de machine het werk doen. Je zaagt rustig de cirkel rond. Af en toe schuif je de plank wat door, anders zaag je in de tafel. Als je goed gezaagd hebt, heb je op het einde een perfecte cirkel. Met een decoupeerzaag is het niet altijd gemakkelijk om recht te zagen. Maar met deze hulpstukken zie je misschien dat je daar meer kunt uithalen. En tot de volgende tooldokter!